Weer al een stapje dichterbij het ontwikkelen van een solver voor onze Sudoku. Iets dat mij ook nog nuttig lijkt om te hebben, is als we wijzigingen doen aan onze Sudoku, dat we die eventueel ook kunnen terugkrijgen, wat die wijzigingen allemaal geweest zijn, of dat we die kunnen terugdraaien zelfs. Dus een soort undo. En wat moet ik daarvoor doen? Dat is toch wel wat meer werk. Dus ik ga daar een nieuwe branch voor ontwikkelen. En we gaan ook een nieuwe klasse moeten maken die eigenlijk een wijziging voorstelde. Goed. Aan de slag, nieuwe branch. Change history. And undo. En dat is voor Sudoku. Dus Sudoku change history en undo. Ziezo. Ik ga een nieuwe klasse maken. Ziezo. Bij gebrek aan een betere naam ga ik dat gewoon change noemen. Ziezo. En mijn change moet eigenlijk wat bevatten. Als ik iets verander, dan wil ik weten op welke cel dat was. Row. Private int column. Eigenlijk wel de oude waarde ook, hè. Is het nuttig om de huidige waarde bij te houden? Dat is eigenlijk de waarde die er nu staat. Hè. Dus ik ga dat voorlopig niet doen. En ik ga een constructor maken. En die old value heb ik nodig natuurlijk om een do te kunnen. Hebben. Misschien is het voor is toch wel handig dat ik de value ook bijhoud. Omwille van het feit dat we als we de verandering bijhouden ook kunnen documenteren. Hè? Dus als we een toString zouden hebben. Dat we kunnen zeggen van wat naar wat er gewijzigd is. Dus this punt row this row this punt column this column this punt value value and this punt old value is old value 0. Ik ga de toString erbij steken. En ik ga hier een resultaat maken. Maar ik ga geen string. Ik kan een string builder. Waarom niet? String builder. Voilà. Of letter B. En wat gaan we toevoegen? We gaan toevoegen ik ga hier het redelijk cryptisch maken, maar we gaan dus dat toevoegen.
Dat heb ik twee keer nodig. Waar is punt op punt? Wat gaan we toevoegen? De row. De column. En ik ga hier een dubbel puntje schrijven. Wijzigde van de oude waarde naar de nieuwe waarde. Value. Ziezo. Dus ik heb hier een klein verslagje gemaakt van wat er gebeurd is. Rij en kolom is gewijzigd van een oude naar een nieuwe waarde. Dat zou moeten werken. En dan return. Dat is punt toestring. Hè? Ik ben hier in de master bezig trouwens. Heb ik nu geen... wacht, ik ga dat meenemen naar de master. Ik ga dat even herstellen. Ik ga dit hier terug verwijderen. Delete. En ik ga een pull doen van de master voor alle zekerheid. Ik heb het een klein beetje voor mezelf verprutst. De master ga ik pullen. Voor alle zekerheid, ja. Ik ga een nieuwe branch maken. Maar ik heb die nieuwe branch gemaakt. En ik heb hem blijkbaar niet gecheckt. Out, hè. Waar staat hij hier? Change history. Undo. Check out. En nu gaan we dat hierin wijzigen. Hè. Dus. Nieuwe klasse. Change. Voilà. En dan kan ik dat hier in principe allemaal plakken, hetgeen dat ik hier had. Ja. Ziezo. We moeten dat stilletjes aan gaan testen ook, maar dit kleine testje ga ik... of dat kleine klasje ga ik nu nog geen testen voor schrijven. En bij Sudoku wil ik nu wel wat doen. Iedere keer dat er iets gewijzigd wordt, en dat is bij empty dat dat gewijzigd wordt. En ik zou hier nog kunnen van maken als de value empty is, dat je empty gaat schrijven. Maar ik heb in de toestring van Sudoku ook nulletjes gezet, dus... Laten we ons maar gewoon bij die nulletjes houden. Hè. Stilletjes, stilzwijgend veronderstel dat we weten dat er nulletjes zijn in die empties. Wat staat er meer nog te doen? Bij de empty gaat er iets veranderen. En bij de set value. Maar eigenlijk kan ik die empty delegeren naar die set value, hè, want die check wordt toch gedaan. En dan zou ik eigenlijk dit kunnen doen. Hè. Ziezo. Set value. Row. Column. Empty. Nu hoop ik dat ik in de isValid empty aanvaard heb. Maar ik denk het wel. Hè. Ik heb daar... Je kunt hem terug leegmaken.
En als het empty is, is het eigenlijk altijd geldig. Hè? Dus als de waarde dezelfde is, of de waarde is empty, dan mag het altijd true returnen. Ik ga het zelfs eerst doen, want dat kost me geen functie oproep. Dus value is gelijk aan empty or get value. Dus als hij empty is, dan waarde ik het sowieso. Die testen zouden moeten runnen. Het is plezant om te weten dat als er iets breekt, dat je dat eigenlijk zeer makkelijk, en we hebben hier prijs, test empty cell normally. Dat werkt blijkbaar niet. Dus als ik hier een set value doe van die row en die column op empty, dan aanvaardt hij dat niet. En dat is, we gaan eens kijken. Dat is waarschijnlijk omdat mijn is valid value. Hier al in de mist gaat, namelijk het mag niet gelijk zijn aan 0. Ziezo, dat zou moeten werken nu. Dus de, dat was eigenlijk zelfs, zou je kunnen zeggen, een bugje. Want ik kon eigenlijk cellen niet terug leegmaken. Ziezo, dat lijkt goed te werken. Dat doe ik hier weg. En dan weet ik dat ik mijn history enkel maar moet bijhouden bij set value. Dat is de enige plaats waar ik nu moet iets gaan stockeren. Hè. Dus to do keep track of changes. Als we een undo doen, dan gaan we eigenlijk de voorgaande, dat gaan we ook voorzien, een undo, dan gaan we de voorgaande change eigenlijk terug gaan draaien. Maar dan moeten we voorzichtig zijn, want eigenlijk, ja, het zal geen probleem zijn, want iedere set value wordt gerecord straks. En als we een undo doen, dan gaan we de laatste ongedaan maken. Hè. Dus hier, to do. Backtrack. Last change. En dat zou moeten goed zijn. Hè. Ik ga het eerst al een keer saven en committen. Ik heb nog geen testen daarvoor. Maar ik heb ook nog geen functionaliteiten. Maar altijd zien dat je testen runnen voordat je een commit doet. Commit, edit, change class, focused all changes to set value. Dus changed empty. Of redirected empty to set value. En we hebben het nog gedaan. Allowed empty as pass is valid value. En eigenlijk goed dat in een bug feature, sorry, een bug branch. Dus soms goed dat je naast belangrijke branches ook een bug branch lopen hebt,
die al die bugjes apart oplossen. Maar natuurlijk, op den duur zit je met een redelijk stabiele versie, waar je eigenlijk niet meer op terugkeert. Dus wat dat er niet meer zal gebeuren is, je kunt zeggen, die bug van een 0 is niet toegelaten, of een empty is niet toegelaten, die zat er eigenlijk al een half jaar geleden, of 200 commits geleden in. En als je dus ooit die oudere versies zou nemen, dan zit die bug daarin. Ja. Nu, we gaan nooit 200 commits terugkeren. Hè. En als dat inderdaad zo belangrijk is, dan gaan we daar een nieuwe branch maken op dat moment. En dan kun je natuurlijk alle bugs gaan meenemen as you please. Hè. Dus vanuit empty to pass is valid value. En solved bug. Well, nee, eigenlijk is het gewoon die allowed empty to pass die ik op de twee lijnen heb toegevoegd. Oorspronkelijk was hij niet aanvaard. Hij wordt nu wel aanvaard. Commit, voilà. De push. Die moet mee. Ik overdrijf nu een beetje met mijn branches voor zo'n klein projectje, maar goed. Opnieuw, het is allemaal ter illustratie wel. Ik heb hier wat nodig. Deze. Om eens te tonen. En ik heb hier dus inderdaad mijn nieuwe branche. Ik ga nog wat verder in die branch. Ik ga namelijk hier de to-do gaan bijhouden. En dan ga ik moeten in mijn Sudoku wat doen. Alle veranderingen gaan bijhouden. Hè. Ik heb hier eigenlijk al een beetje veel functionaliteit, want het kopiëren van een Sudoku en het bijhouden van zijn veranderingen, dat is eigenlijk allebei iets dat ik kan gebruiken voor backtracking. En ik zal waarschijnlijk maar één van de twee nodig hebben. Oké. Okay. Ik heb dus wat nodig. Public. Dus moet een private zijn. Ik ga hem dus hier zetten. Private. En ik ga een list gebruiken. Van changes. Voilà. Zo. Ik ga hier de list moeten toevoegen. Zo, staat erbij. En ik ga wat moeten doen in de initialize. Zorgen dat ik een lijst heb. Hè. Ik denk dat een stack goed is hier. Wacht hoor, die is zo vroeg. Nu. Ik kan een arraylist gebruiken, maar dat ga ik niet doen. Ik ga iets hoger van abstractie mikken. Een gelinkte lijst zou ik kunnen doen. Hebben we nog iets dat hoger is? De stack, hè. Ik gebruik hier ook generics. Gaan we ook nog aan bod zien komen in de lessen. Dat is, in plaats van een lijst te maken zomaar voor objecten, waar je dan alles kunt indraaien, typeert je hem at design time, door te zeggen, dit moet een lijst zijn van changes. En eigenlijk gaat hij als het ware een kopie nemen van die broncode van een stack, en hij gaat hem hercompileren voor specifiek mijn change klasse. Goed, maar goed, die generics zien we wel. Het belangrijkste is dat je nu snapt dat als je een nieuwe stack maakt en niet de type specificeert, dat je eigenlijk alles, elk soort object in die stack zou kunnen stoppen. Nu kun je alleen maar changes, objecten van de klasse change gaan toevoegen. Zie je zo? En ik ga hier nu wat doen
nieuwe change moeten gaan toevoegen. Dat was waar. Bij de set value dus changes.push. Het is blijkbaar add, zal komen van de list interface. Add, ik ga dus hier wat doen, new change. En wat gaan we moeten meegeven aan die change? De rij, de kolom, de... waarde en de oude waarde. Dus ik ga hier nog moeten de waarde meegeven. Ziezo. Had eigenlijk in de vorige kunnen zitten, maar kan ook de commit nog amenden. Alhoewel ik heb allemaal gepusht, dus dat zal niet meer gaan. Dus ik heb hier nodig de rij, de kolom. De oude waarde, dus get value op plaats 3 kolom en de nieuwe waarde. Ziezo, ik heb nog een haakje nodig. En ik moet opletten, want mijn waarde is hier al gewijzigd, dus ik moet dat ervoor. Hè. Ziezo. Dus als we weten dat we gaan veranderen, dan ga ik eerst eventjes rijkolom, oude waarde en nieuwe waarde gaan opslaan. Voordat ik hem wijzig. Ik ga hier ervoor kiezen om de one-based indicaties te gebruiken bij change. Bij mijn undo moet ik dan ook daarmee rekening houden. Zou dat kunnen? We gaan dat eigenlijk maar weten als we een undo kunnen. Ik ga dat samen testen. Ik ga een test schrijven die de set value en een undo probeert bij te houden. Dus wat gaan we doen? Hier moeten we een change eraf gaan halen. Dat is de change. Gaan we hier doen? Gaan we hier van maken? Is... changes punt get, ja, heb ik geen pop bij mijn stack, dat is wel raar. Dat is omdat hij natuurlijk een list is. Ik ga hem hier, nauwer definiëren als zijnde een stack. Dan ga ik inderdaad de methodes push en pop kunnen gebruiken. Dat is iets vertrouwder. De switch naar een andere list implementatie zal dan natuurlijk moeilijker lopen, hè, maar ik neem het risico hier. Een push. Daar heb ik hem zitten. En hier de pop. Voilà. En dan gaan we natuurlijk, als dat een geldig object is. Moet eens kijken wat hij gaat doen met de lege. Maar goed, dan gaan we wat doen? Dan gaan we de set value doen van de oude waarde. Dus op last change zijn rij. Daar kan het niet aan, dus ik ga moeten hier nog methodes voorzien. Wat final zijn in principe. Ja. Beetje immutable objectjes ervan maken, maar ik ga hier nu met refactor.
Waar is het? Ik vind hem hier nu niet. Ik heb Slate Fields, dat zijn ze, ja. Ik ga voor de get row, de get column, de get value en de get old value maken. Voilà. Setters heb ik niet nodig. Ziezo. Die zou hier allemaal moeten bijzitten. Ja. En ik ga hier nu kunnen punt get row doen. Get column en get old value, hè. Is het, ik ga de oude waarde dus restaureren in mijn ding. Dus wat doe ik? Ik haal die change eraf, met een pop is hij verdwenen. En ik ga die change ongedaan maken door de oude waarde op dezelfde plaats terug te schrijven. En dat zou moeten werken. Of dat werkt, dan gaan we de test overlaten. Dus hier zijn we alweer. Test Sudoku undo. Voilà, ik ga mijn testen simpel houden. Je kunt heel ver gaan in testen, maar ik ga wat doen. Hier is een aantal dingen doen. Ik ga dit er allemaal in steken. Voilà. Moet ik wat hebben, dat is mijn originele Sudoku. Ik ga er een kopie van nemen. Voilà. Het gevaar is dat ik, als ik zoiets doe, nu voor mijn test ook afhankelijk ben van de copy constructor. Dus dat ze eigenlijk aan elkaar vasthangen. Dat kan gevaarlijk zijn. Wat kan ik ook doen? Ik kan eigenlijk gewoon kijken als het veld terug op leeg staat. Hè. Dus misschien moet ik het inderdaad niet doen. Ik zet hier een paar waarden en ik ga dus eigenlijk gaan kijken met mijn undo. Ik kan dat dan gewoon is noemen, waarom niet? Gaan we wat doen? Gaan we dus kijken als we een undo doen. Dan zouden we moeten hebben dat. Ik ga dat hier allemaal kopiëren. Voilà. Dan willen we dat al die velden ingesteld zijn, behalve de laatste. Dat zou moeten een empty zijn. Werkt dat? Eens kijken. Ik heb een foutmelding. Dat is omdat copy niet bestaat. Dat moet gewoon is worden. Ziezo. Dat lijkt te werken. En als ik nu nog twee stappen verder ga, dus twee undo's verder ga. Dus nog een undo. Dan keer ik eentje terug weer. Dan moet eigenlijk ook mijn voorgaande hier empty zijn. Kijken als het nog altijd werkt. Niet meer. Wat zegt hij? Verwachte 0, maar het was een 3. Dus blijkbaar staat die 3 daar nog. Dus blijkbaar gaat mijn undo. Snapte ik niet helemaal dat ik iets moet ongedaan maken. Hè? We gaan dus eens moeten graven in dit geheel, want mijn undo werkt eentje ver, maar geen twee ver.
Ik ga dus hier eens een debug gaan doen. Debug test file. Maar eens gaan kijken wat hij doet. Mijn Sudoku geeft wat op 1-1. Dus nog eigenlijk. Ja, ik weet al wat er handig is. Ik moet al niet meer verder kijken, want ik vermoed al dat ik mezelf in de voet heb geschoten door hier de rij te nemen, maar dat moet min 1 zijn. Hè. Ik moet hier de stap naar zero based zetten. Dat is natuurlijk het gevaar. Het is iets handiger als de gebruiker de abstractie heeft van een one-based telling. Maar in uw klasse is natuurlijk een hoop rimram en een opletten geblazen, want keer op keer maakt hij die foutjes. Hè. Zou dit werken nu? Dat lijkt nog altijd niet te werken. Dus zien, ik ga toch moeten graven. Hè. Ik heb hier mijn 1 gedaan en daar ook mijn 1. Dus zo moet het juist zijn, dacht ik. Nog andere zinnen. Debug test file. En als ik binnen ga in die undo. Heb ik nu geen debug test file gedaan? Waar zag hij nu over test Sudoku undo? Maar het was 6. Blijkbaar hapert hij hier al, dus dat gaan we ook moeten testen. Let's see. Debug. Gaat hier stoppen? Ik ga erin. We gaan eens kijken naar de changes. Wat dat aan mij oplevert. Ik heb op rij 1, 1, kolom 1, de waarde van 0 naar 1 gewijzigd. Ik heb op rij 2 5, op liever rij 4, kolom 5, de 3 gezet. En dat was het nou. En dan op 6, 6 heb ik 6 gezet. Hè. Ja, van 0 naar 6 gewijzigd. Dus dat lijkt goed te zijn. Als ik een pop doe, dan krijg ik hier die last change. En dat zou moeten zijn inderdaad, 6, 6 is van 0 naar 6 gewijzigd. Dus als ik hier nu een set value doe, dan gaat hij naar rij 5, kolom 5, waarde 0. En dat lijkt niet te kloppen. Hè. Ja, toch wel. Moet terug naar 0 gezet worden. Maar was het 5-5? Ik denk het niet. Hè. Het was... waar zat ik hier nu? Het was 4-5. Dus waarom komt hij aan 5-5? Ik heb een get row van die last change. Ik ben te snel gegaan. Ik ga even terugkeren. Ik ga hem opnieuw uitvoeren. Ik ga erin. Ik ga een pop doen. En dan gaan we kijken wat dat die last change is. De rij is 6, de kolom is 6. En de waarde is 6, inderdaad. Ja, het was toch juist. Als we nu F7 gaan doen. En we doen een set value, moeten we inderdaad niet min 1 doen. Hè. Want set value is ook een publieke. Dus dat is ook een... one-based. Dus hier heb ik al... Ik probeerde mijn bugje te herstellen, maar blijkbaar was het niet de juiste herstelling, waardoor dat... Dus ik probeerde dit hier op te lappen. Dit probeerde ik op te lossen. Waardoor dat ik eigenlijk dit ook al gebroken heb. We gaan dat terugdraaien. Dit hebben we niet nodig. Dit hebben we niet nodig. En dan zullen we eigenlijk nu moeten voorbij die eerste undo al geraken.
zonder kleerscheuren. Ja, al die asserts zijn juist. En nu gaan we hier eens in. Eens kijken. Changes geeft mij nog altijd 3 zaken. En dat zal de reden zijn. Hè. Dus, ja. Dus wat we gedaan hebben is, door de set value opnieuw op te roepen, hebben we eigenlijk opnieuw een change gecreëerd. En dat hadden we niet mogen doen. Dus we gaan die set value niet mogen oproepen. Want eigenlijk creëren we dan een nieuwe change die eigenlijk het omgekeerde doet. Dus dat bellen we niet. Dus dit ga ik moeten, dat was mijn bugje inderdaad, dit ga ik moeten harder zetten. We moeten al die checks niet meer doen, want we weten dat die checks eigenlijk al gepasseerd zijn als we ooit de change hebben geregistreerd. Dus wat ik ga doen is dit. Op... deze parameters ga ik werken. Dit mag naar hier. Dit mag ik ook gaan knippen en plakken naar daar. En dit wordt mijn oude waarde. Dus wat was de bug? Het feit dat ik opnieuw bij het ongedaan maken van mijn verandering de set value oproep, gaat hij de omgekeerde bewerking opnieuw registreren als een change. En dat wou ik niet. Ik wil alleen maar als ik een nieuwe waarde, als ik een set value doe zelf, dat hij dat registreert. Dus mijn undo is eigenlijk geen set value, maar echt een undo. Dus achter de schermen gaat hij zero based indexen ervan maken van die kolom en die rij en mijn oude waarde daar terugzetten. Dit zou nu wel eens kunnen lukken. Je ziet hoe subtiel foutjes kunnen zijn. Hè? Want op het moment dat ik de set value schreef, was ik er los van overtuigd dat dat eigenlijk al oké was. Dus dat die functionaliteit werkte. Ja, maar eens kijken. Als we zonder breakpoints doen, wat dat oplevert. We denken dus als ontwikkelaar veel te snel dat het oké is. Dat is waar we testen eigenlijk onze veronderstellingen soms en ons ego een deuk bezorgen. Als ik dat nu nog een keer ongedaan maak, dan zou dat hier empty moeten zijn. Hè. Ziezo. Ik wil nu ook eens weten wat er gebeurt als ik nog een undo oproep met een lege stack. Want dat wil ik ook opvangen. Hè. Waarschijnlijk krijgen we daar, of misschien krijgen we daar een no-pointer exception. Ik vermoed het wel. Ja. Empty stack exception, ja. Ze hebben het vermomd. Dus ik moet eigenlijk gaan kijken wat hier gebeurt. En dat kan ik alleen maar doen als changes.empty. Niet het geval is. Dus als ik geen lege stack heb van changes, dan en alleen dan gaan we er eentje nog een aanbouwen. Ziezo. Nou, de repository browser. Ik ga mijn veranderingen committen. Edit fixed edit getters to change class. Wat heb ik nog gedaan? Edit history stack to Sudoku. Implemented. Undo.
with unit tests. Ziezo. Dus ik ga terug deze checkout doen. En ik moet nog een push doen. Hè. Ziezo, die moet inderdaad gepusht worden. Ziezo, dat is hem. Eens kijken. Ja. En zo hier nu een commit moeten bij hebben. Voilà. En nu gaan we die mergen met de master. Hè. Ziezo. De merge. Ik ga de master checkout doen. En ik ga uiteindelijk. Deze branch mergen. Ziezo. En nog een push. En dan alles zou oké moeten zijn. Hè. Voilà, de master gaat updaten. En off we go. Alles zit erin. En we zijn nu wel heel dicht genaderd bij. We hebben alle functionaliteit voorzien die toelaat om met Sudoku's te spelen. Ze hebben zelfs een historiekje. Je zou kunnen dat historiekje ook besluiten ergens naast de Sudoku bij te houden. Of van die stack een aparte klasse te maken. Maar dat lijkt me allemaal een brug te ver nu, op dit moment. Hè. Blijkbaar heeft hij wat tijd nodig. Maar in elk geval op de git zelf lijkt hij er al in te zitten. Ga eens gaan kijken als het inderdaad zo is. Op de master. Lijkt dat inderdaad in orde. Als ik naar die laatste ga kijken. Dan lijkt dat allemaal in orde. Ik heb hier die stack. Die list heb ik niet meer nodig. Kan ik weg doen. Dat lijkt hier allemaal in orde. Ja. Ja, dat zit erin. Oké, dan zal alles wel in orde zijn. Ik ga gewoon mijn admins een keer herstarten en dan komt alles wel in orde. Dit is het wat het betreft voor het filmpje. We hebben de Sudoku die in staat is om zijn historiek bij te houden. Wijzigingen nog gedaan te maken. We kunnen hem inlezen van een file. We kunnen hem kopiëren, zo'n Sudoku-puzzel. Ik denk dat we alle features aan boord hebben om met een solver aan de slag te gaan.